Goeiedag, wij zitten hier vandaag bij de Wetenschapsdag in het ziekenhuis. Zou jij kort iets kunnen vertellen over wie je bent en welk onderzoek jij hebt gedaan binnen MST? Ja, zeker. Nou, ik ben Marieke Aalwam en ik ben onderzoeker in het MST. En ik doe dan onderzoek naar wonden en vooral wondinfectie. En waar ik nu eigenlijk mee bezig ben geweest is om te kijken of er een verschil zit tussen het wondbiopt en de wonduitstrijk. In het bepalen van welke micro-organismen of welke bacteriën er nou in zo'n wond zitten. Dat wilden we eigenlijk weten, omdat men altijd zegt dat wond biopt, dat is eigenlijk de beste manier om te kijken welke bacteriën er in een wond zitten. En het wond biopt is dat je dan echt een stukje weefsel uit de wond haalt en dat opstuurt naar het laboratorium. Ja, eigenlijk doen we dat nooit in de praktijk. In de praktijk gebruiken we eigenlijk altijd een wondkweek. Dan ga je met een wattenstaafje door de wond. En dat sturen we dan op naar het laboratorium. Alleen het idee daarachter is dat je eigenlijk alleen maar bacteriën vindt die op de wond liggen. In plaats van dat ze ook echt uit de wond komen. Nou, en wij wilden nou eigenlijk weten of het nou in de praktijk, dus op de polykliniek of in de thuiszorg, uitmaakt of je nou zo'n wondbiop, dus zo'n stukje weefsel uit de wond haalt. Of dat je een wond kweekt, dus met een wattenstaafje door de wond gaat. Kun je iets zeggen over de conclusies van je onderzoek? Ja, dat kan ik zeker. We hebben de twee methoden met elkaar vergeleken en we hebben eigenlijk gezien dat bij 73% van de patiënten je echt precies dezelfde bacteriën vindt met beide methoden. Nou, als je dan kijkt naar specifieke bacteriën, dus of je een bepaald bacterie beter vindt met de ene methode of de andere methode, zien we dat we daar tussen de 87% en de 97% overeenkomst hebben. Dus dat betekent eigenlijk dat we een hele goede overeenkomst hebben tussen het wondbiopt en het wattenstaafje. En dat we eigenlijk artsen en verpleegkundigen in ons ziekenhuis, maar ook in de thuiszorg, wel gerust kunnen stellen dat zij nu het wattenstaafje in plaats van het wondbiopt gebruiken. Nou, een mooie conclusie van een goed onderzoek, denk ik. Ja, dankjewel voor je verhaal en heel veel plezier vandaag. Ja, dankjewel.